De gemeente Veendam zou graag zien dat alle inwoners met plezier sporten en bewegen. Een fittest kan dan een zetje in de goede richting zijn. Stefan Smit van Veendam Beweegt neemt deze test af. Tijdens de fittesten gaan we kijken hoe hun conditie op dit moment is. En aan het einde van de fittest krijgen zij dit rapportje mee. En daar kunnen ze dan zelf in kijken van hoe hun conditie is ten opzichte van het gemiddelde. Vervolgens krijgen ze dan ook van ons een beweegadvies. Nou, wat voor aanbod er voor hun is hier binnen de gemeente qua beweeggroepjes en sportclubs. En wat dan aansluit bij wat zij leuk vinden. Even wat opgestart worden. Ja, dat snap ik. Ja. Maar u was dus tot voor kort eigenlijk nog wel vrij actief daarin. Dat is nu natuurlijk met de coronaperiode ertussen. Het was 2020, eind oktober 2020 voor het laatst dat ik daar geweest ben. Ja, door corona was het lange tijd lastig om te gaan sporten. Veel activiteiten kwamen stil te liggen. En mensen die vaak wel actief waren, hebben nou ook... twee, drie jaar bijna niks gedaan en zijn wel gemotiveerd om weer wat te gaan doen. En wij hopen ze dan met die fittest zo'n steuntje in de rug te geven, zodat ze dan ook weer daadwerkelijk gaan sporten of bewegen. Dat geldt ook voor Joke, die nog niet zo lang geleden in Veendam is komen wonen. Zij hoopt het sporten nu weer op te pakken. Omdat bewegen voor mij heel belangrijk is qua gezondheid. Ik heb een bepaalde hartproblematiek. Dus dat is voor mij een hele grote motivator. En we hebben natuurlijk 2 jaar gehad van veel minder bewegen. En ik ben onlangs verhuisd. Dus ik dacht van laat ik nou alles weer eens op gaan starten. En ik vind het trouwens een fantastisch initiatief van deze gemeente. Als ik zie wat ze voor de jeugd doen, maar nu ook voor de ouderen. Dat ik dacht, nou, daar wil ik aan meedoen. Gaat het goed? Ja hoor. Nou, ga door dan. Ja, het heeft mij wel een stuk inzicht weer gegeven. Bepaalde onderdelen vielen mee en op andere onderdelen denk ik van ja, zie je, daar heb ik toch wel ingeboet. Het kan inderdaad ook soms wel confronterend zijn voor mensen. Dat ze zien van ja, oké, ik heb overgewicht, maar ik ben hier nu en ik ga er ook wat aan doen. En wij helpen ze daar dan ook bij zeg maar een beetje de goede kant op te sturen. Met Joka's scoren zit het wel goed. De test is voor haar een extra stimulans om weer te gaan sporten. Ja, zeker. Ik had zelf gedacht, ik heb ook gisteren toevallig van controle hier bij de huisarts geweest. Gehad over eventueel toch weer onder begeleiding van fysiotherapeut op te starten. Maar zo'n gymnastiekvereniging vind ik ook wel iets om daar dus een kijkje te gaan nemen.